krijgt te horen dat je kind ziek is en dan... Ik moet naar het ziekenhuis, stond even leukemie. En dan denk je ook van, hé, hey, daar zakt even grond onder je voeten vandaan. Langzaam maar zeker kom je erachter dat het een ramp is. Je voelt je verscheurd, want jij en kind ligt nog thuis. De ander is in het ziekenhuis. Je kan geen kant op. Ze hebben je nodig en dan ga je er gewoon heen. En door dit ben ik ook ontslagen. Je geniet van alle momenten. Stichting Lach voor de Dag heb ik opgericht omdat ik op een bepaald moment werd geconfronteerd met het feit dat, dat wij als bedrijf, als Van Hoorne Entertainment, heel veel aanvragen kregen van ouders, grootouders, van verzorgenden, die kinderen een hele mooie dag uit wilden geven. Omdat ze ziek waren, terminaal ziek waren, of omdat er een hele bijzondere gebeurtenis in de familie heeft plaatsgevonden, waardoor het hele gezin ontwricht was. Maar... dat moest even tussendoor. Dat raffelden we, vonden wij, een beetje af. Tot ik op een bepaalde dag een brief kreeg van een ouder. Ze vroeg ons of dat ze nog één keer langs mocht komen met haar dochter om een foto te maken met Doorn Roosje, zodat ze die foto mee kon nemen voor het moment dat ze ging slapen. En slapen had in die brief een hele andere uitleg dan dat je in eerste instantie zou denken. We hebben daar gehoor aan gegeven, dat meisje hebben we ontvangen en 4 dagen later is zij overleden. En dat was het moment dat ik bij mezelf dacht, dit moeten we anders gaan doen. Dit moet zorgvuldiger, dit moet beter en hier moeten we veel meer tijd voor gaan nemen. En de zorg die nodig is om die kinderen een hele mooie dag te geven is veel, vraagt veel, veel meer aandacht, veel meer rust. We ontvangen natuurlijk niet alleen het kind. We focussen ons op het kind, want de dag is voor het kind. Alleen als je kind geniet, en zeker een kind geniet in die situatie, ziek, terminaal ziek, ja, dan zie je aan ouders wat voor indruk dat dat maakt. Dat is eigenlijk het, waar je het voor doet, voor wie je het doet en wat je ervoor terugkrijgt. En ja, dat maakt het zo schitterend mooi. Dus elke keer weer, want behalve voorzitter ben ik ook nog betrokken bij de uitvoering. We hebben een flink aantal vrijwilligers die de dag zelf begeleiden, die de voorbereidingen doen. En ja, dan zie je echt ja, van mens tot mens wat het doet met de zieke kinderen en hun gezinnen. Dan is een dag als dit echt iets om, ja, om echt van te genieten. Kijk, en je bent er weer even uit die sleur vanaf het ziekenhuis en echt, ja, het is gewoon even draaien uit, weet je. Dat is gewoon lekker. Als je je kind weer ziet lachen, even die dag alles vergeet, want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het klinkt heel cliché, maar even een dag uit de werkelijkheid stappen. Ja, voor het hele gezin, absoluut. Het draait wel op de zieken, maar toch het hele gezin en bij ons dan zelfs nog opgenomen, die genieten ervan mee, ja. Het belangrijkste is dat je gewoon een dag en zelf dingen niet hoeft te regelen, als ouders. Maar vooral dat je kan zien dat je kind geniet. En dat ze echt compleet vergeten dat ze of een handicap hebben of gewoon heel veel mee moeten maken. En dat is het allerleukste. Ik denk dat de impact op de kinderen groot is, maar dat het op de ouders nog vele malen groter is. En dat je zelfs ziet dat ouders van kinderen die niet meer bij ons zijn, dat die geld gaan ophalen voor dezezelfde stichting. Dat geeft iets aan. Dat geeft aan hoeveel impact
dat zo'n dag heeft gehad. En geweldig om te zien dat er heel veel betrokken partners om ons heen zijn die daar dan op aansluiten en die zeggen wij dragen ook ons steentje bij. Ja, dat zijn dan de bedrijven, die noemen wij vrolijke partners. En dat zijn bedrijven die dus eigenlijk ons willen sponsoren. Laat dat heel helder zijn. Als we 100 dagen willen organiseren of 150 dagen willen organiseren en die kosten allemaal 750 of 1000 euro per dag, dan kan ik u wel vertellen dat 10% van ons resultaat niet dat bedrag dekt. En daar hebben we andere geld voor nodig. En daarom is het heel mooi te zien dat anderen dat ook vinden en met ons meedoen. En dat raakt me misschien nog wel het allermeest. Want ergens verdienen ze het allemaal. Ieder kind verdient het om te lachen. En zeker als je ziek bent.